organisatie dit al jaren. Het is jullie luster. Ik heb begrepen dat jullie elkaar eigenlijk nooit zien. Maar toen ik hier zat, kende iedereen elkaar, behalve ik natuurlijk. Want ik zag iedereen kussen en omhelzen en hallo. Dus dat verhaal dat jullie alleen maar elkaar ontmoeten via de blog, is dus niet waar. Het is een lustrum en we gaan de blogger des vaderlands... Ik de evaluatie vindt wel plaats, want bijna iedere dag wordt er wel iemand des vaderlands genoemd. Maar goed, een blogger des vaderlands, dat vindt vanavond plaats. Dat nemen jullie aan deel, want ik heb begrepen dat eerst een deskundige jury de genomineerden heeft bepaald en dat jullie... hebben toegestuurd gekregen om het thuis tot jullie te nemen wie en wat die nomineerden, wie het zijn en wat ze presteren. Die vinden het misschien gewoon, want jullie doen het en ik niet. Maar waarvan ik denk dat het in staat is om toegang te verkrijgen tot datgene wat bijna mondiaal is, want het blijft natuurlijk, het is ook grenzeloos. Je kunt datgene wat je bezighoudt en waarvan je de moeite waard vindt dat anderen er kennis van nemen, dat kun je mededelen. Muziek horen. Ik weet niet of jullie het allemaal de video hebben gezien, maar het idee is dit. Vanaf boven blijft alles stil. Het enige wat heen en weer gaat, zijn je benen. Dus ik doe het even rustig voor. 1, 2, 3, 4. Is het 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Komt er straks wat heftigheid in, dan doe je... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Het gaat allemaal straks veel sneller. Het idee is dus, die benen gaan keihard heen en weer. Je hoofd blijft stilstaan. Dat is het idee. Kies Tom van Eck. Dank u wel. Dan wordt hij weggestemd. Tom van Eck.
Max Momovic en Bas Staart staan hier op het podium. En zometeen is een van deze drie gelukkige jongens de echte gelukkige winnaar. En de nummer 2 is de verslagene, maar de nummer 1 wordt de geslagene. Want de nummer 2 mag 10 zweepslagen uitdelen aan de nummer 1. Stokslagen, sorry, stokslagen. Dit is vernederd. Bij deze. Alright. Niks mee te maken. Ongelooflijk natuurlijk. Blogger des vaderlands. Vaderlands. Ik weet niet wie van jullie gisteren het RTL-debat heeft gezien. Is er überhaupt nog sprake van een vaderland? Ja, meerdere! Wanneer onze premier die gaat over ons moraal en ons moreel, de doodstraf voor jihadisten heeft ingevoerd. Ik weet niet meer wat vaderland betekent, maar om blogger des vaderlands hier genoemd te worden in Artie, vind ik een geweldig beter. Tom, van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Hier is de niet geringe hoofdprijs. Doe ermee wat je goed doet. Daar weer, €1000. Onze nieuwe blog is van ons voor de komende keer. Nou, dat toch gaat, hè? We hebben nog één ding, en we gaan er nog over denken. We hebben daar Kona op gewezen dat het stikt van de des vaderlandse dingen. Werkloze fotografen, kunstenaars, noem maar op. We hebben nu de zoveelste des vaderlandse bij, gelukkig. Dankzij Oud-Zijkwijk. Zonder haar was het nooit zo ver gekomen. En de eerste officiële handeling van de blogger des vaderlands bestaat hieruit dat Oud-Zijkwijk, die ergens tweette, dat wil ik ook worden. Zij wordt vanavond geslagen tot dictator des vaderlands. Dat zit even zo op het weblog Hoe Mannen Denken van Luc Koelman. Ook aanwezig vanavond hier. Verscheen de serie Dictator des vaderlands. Ze interviewde elke keer een bekende Nederlander, journalist, schrijver. En huldigde hem als dictator des vaderlands. In het interview met Oud-Zijkwijk reageerde er maar meteen op de tweet van: ja, maar daar wil ik ook worden, want ik ben echt een potentaatje van de bovenste plank. De mensen die met haar samenwerken weten dat. Die gaan u gebukt met volle rug. Heb ik aan haar te danken. Maar zonder dat dictatorschap hadden wij hier niet gestaan. Dus even kijken. Hard slaan, hè? Als blogger des vaderlands mag ik jou dit over hand houden, zei wij. Ik heb met jou mailcorrespondentie gehad. Het kost me steeds moeite om in de mail Oud-Zijkwijk te noemen. Dus het werd beste Oud-Zijkwijk, dag Oud-Zijkwijk, lief Oud-Zijkwijk, beste OOZ. Maar je bent nu onze dictator geworden, hoorde ik van Peter. Applaus voor alle. Want Karel Nootgedacht is een beetje in het verhaal een beetje gestoorde dichter. Als ik wat meer op heb, dan ben ik ook meer Karel dan Burk, de andere. En ik heb dus 20 tweets of zo onder die andere naam Burk Hemelsoet geplaatst. En dat vind ik nooit meer. Ik heb het één keer gebruikt omdat ik een keer geschorst was door tweeten. Ja.